frisse zondag. Hier heb ik de pompoen, de mannelijke en de vrouwelijke. Op dit ogenblik heb ik een bij die bezig is te bestuiven van de vrouwelijke bloem. Dit is de mannelijke. Deze hier, het is open. En dan komen de bijen en dit is de vrouwelijke. Kijk hier. De vrouwelijke pompoen. En als het is bestuift, dan gaat hij groeien. Net als deze hier. Kijk, een heleboel mannelijke zijn open. Kijk hier. Hier wordt stuifmeel gehaald bij die mannelijke door een van die bijen. Kijk hier, heb ik het ook. Dus hij neemt het stuifmeel, gaat naar de vrouwelijke bloem. Dus een heleboel kleine insecten zijn er hier. En dan wordt die bestuif. Kijk hier. Hier. Dit is de vrouwelijke. Ziet u? Waarover ik het heb, kijk u. De vrouwelijke bloem is open. Dus daarna in de middaguur, daar gaat hij dicht. En dan begint de vrucht dan te groeien. Kijk. Als het is niet bestuift, dan valt hij af. Kijk, op dit ogenblik zijn een aantal van de vrouwelijke bloemen open. En die worden dan bestuift. Hier bovenin heb ik ook een paar. Hier ook. Echt een aantal. Kijk hier. Eerst de vrouwelijke. En daarna de mannelijke. Hier. Dat is dit. En overtollige bladeren knip ik weg. Hier heb ik het weer hier. Kijk hier. De vrouwelijke bloem. Hier. Dus ik heb een aantal pompoens hier zo. En voor de rest, dit zijn mijn antroas. Dus ik ben hier vandaag om dit te verzorgen. Dus vandaag heb ik eindelijk gezien hoe het wordt gedaan. De vrouwelijke bloem, hoe groot hij open is. Kijk hem hier. Dit is hem echt mooi groot open. Kijk hier, zie, al bestuift, die begint te groeien. En met kijken, als ik nog iets zie hier, ja, het gaat door. Ik heb hem hier laten ranken. Mannelijke, krijg je weer een vrouwelijke en dat zo gaat hij door. Dus de bijen zijn nu aan. En daarom heb ik ook aangeraden om 's morgens niet te spuiten. Liever spuit u in de middaguren. Anders hebt u dit niet. Mannelijke ziet er zo uit. En dit is de vrouwelijke. Ziet u die bloemen? Groot verschil. En dat is het voor deze morgen. De pompoens worden bestuift door de bijen.